Hartelijk welkom bij weer een bomvolle aflevering van FCM en TV met de reacties naar de wedstrijd tegen Jong FC Twente. In achter de schermen Marcus en Geeske Lammers. Kom van de bank, een nieuw project van FC Emmen. En is Marco Merits de nieuwe kandidaat in FC Emmen TV Latje Trap? Eén wijziging in de basisopstelling van FC Emmen ten opzichte van de wedstrijd tegen MVV. Alexander Banning is hersteld van een rugblessure en neemt de plek weer in van Jurjen Mannes. En ook tegen Jong FC Twente deed Emmen het uitstekend. Het won de wedstrijd uiteindelijk met 3-0. En altijd leuk, Cas Peters scoorde tegen zijn oude club. Trainer Joop Gal keek dan ook tevreden terug en ziet zijn ploeg per week beter gaan spelen. Ja, ben ik met je eens. Allereerst ben ik al gelukkig met een overwinning natuurlijk, want in de Super League is dat best moeilijk. Maar de manier waarop wij het doen en echt groeien in de, per wedstrijd, ja, dat is wel heel erg mooi om te zien. Eerlijk gezegd vond ik misschien ons vandaag nog wel beter spelen. Ja, dat denk ik ook. Ja, dus we zijn heel blij met de overwinning. Dit is wat we wouden en nu kunnen we even genieten. Ja, als je ziet hoe bij momenten in de wedstrijd, hoe makkelijk wij voetballen. Hoe wij heel simpel bal in het spel kunnen houden. En ook nog eens eindigen met een mooie fluwelende aanval. Met een goede voorzet en een gevaarlijke afwerking. En uiteindelijk hebben we de 3 kunnen maken. Maar dat had ook nog weer hoger uit kunnen vallen. Maar je kan niet alles hebben. Maar de manier waarop de geboorte van aanvallen ontstaan, ja, vindt het publiek ook mooi. En het verdient ook een volle stadion, zoals de jongens nu op dit moment hun niveau halen. Ja, heerlijk, heerlijk. De 3 punten zijn het belangrijkste natuurlijk, maar ja, tegen oude club scoren is natuurlijk fantastisch. Hoe ben je deze wedstrijd ingegaan? Extra gemotiveerd, moet ik dat zo zien? Ja, zoals altijd, gewoon gemotiveerd. Maar ja, dit brengt natuurlijk wel wat extra's. Iets meer zenuwen natuurlijk voor de wedstrijd, maar ja, heerlijk, heerlijk. Ja, dan stond je ook nog eens tegenover een goede vriend, Darkwee. Is dat dan lastig? Nou ja, we kennen elkaar natuurlijk wel, maar ja, het is, in de wedstrijd is het natuurlijk helemaal anders. En dan denk je er niet meer aan en dan ga je gewoon lekker voetballen. Wij waren aan twijfel over Diallo in Rozema. En Rozema zegt, ik wil hem uitspelen. En Diallo kreeg ook verschrikkelijk last van zijn rug. Dus die hebben we er ook afgehaald, maar dat is ook zijn oude club, dinsdag. Ja, we wisselden om de mensen fitter te hebben voor Heracles. Want dat is een mooie uitdaging en een mooi affiche voor ons natuurlijk om ons te wapenen tegen een mooie Eredivisieclub. Ja, nou kijk, iedereen zit goed in zijn vel, het gaat goed, de prestaties zijn goed. En dan lijkt het alsof alles vanzelf gaat, maar dat is niet zo. Elke training zie je gewoon dat we heel geconcentreerd bezig zijn. En ik denk dat we vandaag hebben laten zien dat we ten opzichte van vorig jaar ook in het mentale vlak stap gemaakt hebben. Ja, dat is het. We worden meer een team nu en we weten elkaars kwaliteiten en dat zien we steeds meer. En we weten elkaars kwaliteiten ook te vinden. En dat zie je nu. We maken veel goals. En dat is ook hoe we trainen en dat is ook wat we in de groep al door verkondigen. Wedstrijd voor wedstrijd. En het is hartstikke mooi dat het nu goed gaat. We zijn heel blij met de punten die we al hebben. Maar verder dan nu kunnen we weer naar dinsdag en dat is het. Nee, ik kijk gewoon wedstrijd voor wedstrijd en we zijn nu goed bezig en we moeten deze lijn gewoon doortrekken. We hebben daar niets te verliezen. Ik denk dat Heracles op zijn qui vive moet zijn daarin. Want zij moeten winnen van een Super League club en helemaal zo'n clubje als FC Emmen. Dus we gaan daarheen en we zien wel. De uitdaging is mooi. Ja, mocht het niet worden, dan is het maar niet. Maar we gaan er wel voor. Voor aanvang van de wedstrijd tegen Jong FC Twente ziet de Jensvesting er wat anders uit dan op een normale wedstrijddag. En ook de medewerkers dragen andere kleding. We hebben vanavond aansluitend naar de wedstrijd FC Emmen Jong Twente. Een heuse Oktoberfest hier beneden in de Adbeko Business Corner. Dus wij zijn allemaal zo gekleed. De mannen uiteraard in lederhozen en de dames in de deerndeljurkjes. En het feest gaat hopelijk met winst na de wedstrijd hier gebeuren. FC Emmen wint met 3-0 van Jong FC Twente. Ja, en dan is het logisch dat na afloop de stemming er goed in zit. We hebben allereerst hier aan de zijkant een heel mooi Imbisch snackbuffet staan met schnitzels, met broodjesbokworst, met zuurkoolstampot. We hebben echte FC Emmen bierpullen voor 3 muntjes, waarmee ze de bierpullen ook nog mee naar huis mogen nemen. We hebben DJ Hannover Harm.
hier achter mij straks. Dus die gaat zeker met een aantal Duitse hits zorgen dat de mensen op de tafels gaan. En alle medewerkers van FC Emmen zien er fantastisch uit. Ja, iedereen ziet er inderdaad heel mooi uit. En dat hebben we in samenwerking gedaan met Oktoberfestwinkel.nl. Die is vanavond wedstrijdbalsponsor en heeft gezorgd dat wij hier vanavond allemaal zo bij lopen. En dus bleven tot in de kleine uurtjes gezellig in de Jensvesting. Stadionspeaker Peter Mulman nomineerde vorige week Marcus en Geeske Lammers van het Spelershome en had voor hen de volgende vraag. Ze zijn al 10 jaren werkzaam hier bij FC Emmen in het Spelershome. Mijn vraag aan hen is eigenlijk, hoeveel wedstrijden hebben ze daadwerkelijk op het veld ook gezien? Aangezien ze eigenlijk altijd aan het werk zijn tijdens de wedstrijd. Zij mag het zeggen van hoor. Ja. In principe ik nooit en hij altijd wel. Marcus en Geeske zijn al 44 jaar gelukkig met elkaar getrouwd en ook al jaren beheerder van het Spelershome. Dit is ons vijfde jaar, zesde denk ik. Jaar, ik vijf, zes jaar hier. Maar we zijn eigenlijk 28 jaar geleden zijn we al begonnen. Hoor. We zijn de eerste 5 jaar veiligheidscoördinator geweest. Toen heb ik nog een hele tijd met Jan de Jonge tweede helft al gedaan en de eerste aanzet van de voetbalschool. En heel geleidelijk aan zijn we door tweede helft al wat in de horeca terechtgekomen. Want dan had je s'avonds toch, maandagavond ontvangst van de tegenpartij. Toen stond zij denk ik al in een verkooppunt hier onder de oude kantine. En toen ben ik naar de grote supporterskantine gegaan. En daar zijn we gebleven tot dit hele gebouw veranderd is. En toen zijn we naar de andere kant, naar de supporterskantine gegaan. Dus eigenlijk... Maar wel als vrijwilliger van CM. Het is deze avond Oktoberfest in de Jensvesting. En dus gezellig. Maar ook als er verloren wordt, houdt het echtpaar Lammerts de stemming er goed in. We hebben nog niemand meegemaakt die het zegt van... Dit is onze avond, is helemaal bedorven. En we hebben één standpunt altijd gehad. Hebben we gezegd van luister, wij kunnen er niks aan doen als er slecht gevoetbald wordt, als er verloren wordt. Maar de mensen moeten hier s'avonds wel weggaan dat ze zeggen, nou ik heb toch nog een topavond gehad. Nou, dan is het prima. Op een wedstrijddag beginnen de voorbereidingen al vroeg. Als ik bekijk, we zijn vanmorgen denk ik om 9:30 begonnen met hebben gakballen klaargemaakt. We zijn hier tot 12:00 vanmorgen geweest. Vanmiddag om 4:00 waren we hier weer. En als een beetje mee zit, dan wordt vandaag weer 2:30 voordat we hier wegkomen. Dus zo ziet zo'n dag eruit. Maar ook als er niet gevoetbald wordt, hebben Marcus en Geeske genoeg te doen. Maandags is er afwassen, want alles wat hier staat blijft voor de wedstrijd. De glazen gaan we maandags afwassen. Dinsdags gaan we eten koken voor de jongens. Voor de spelers. Voor de spelers. Ja, en... Dan is dit er en dan is dat er. Dus het is best en doordat we maar een heel klein groepje hebben, vallen we natuurlijk vaak. En we hebben in feite maar 6-7 mensen die voor de spelers de maaltijden maken. En dat is eigenlijk te gering. Bij deze dus een oproep voor liefhebbers. We zijn mensen nodig en het liefst wat echtparen. Want dat is wel een voordeel als je met elkaar getrouwd bent. Je kunt de taken samen verdelen. We gaan samen hierheen en we gaan ook samen terug. Dus niemand zit thuis te wachten. Wat ben je laat of... Nee, dus het werkt perfect. Maar we zitten ook niet de hele avond bij elkaar. We hebben allebei hier onze taak en dat gaat hartstikke goed. Niks, geen probleem. En ik heb ook altijd gezegd, als de ene niet meer kan, hou ik voor de ander ook op. Zo simpel is het. Aan de beginfase van het betaald voetbal in Emmen denkt Marcus nog vaak met tevredenheid terug. Met Theo Verlang en Ben Hendricks en die spelers heb ik nog altijd heel veel contact mee. En dat was voor mij... Echt een fantastische periode, want toen had je ook nog echt spelers die bij de club waren. Ik werkte semi-prof. Mensen werkten allemaal overdag. Het was echt fantastisch. Dat was voor mij de mooiste periode van betaald voetbal. Het is nu allemaal wat afstandelijker geworden. Ja, ook? Ja, dan heb je de na-competitie. Toen stond ik nog in de supportersvereniging aan een verkooppunt. En ja, dat was heel gezellig. Heel gezellig. En er wordt wel eens gedroomd over FC Emmen in de Eredivisie. Geweldig lijkt me. Ja? Ja, ja, echt waar. Ja. Maar ik denk dat wij er dan niet meer staan. Want dan moeten we allebei op de tribune hier voetbal kijken. Nou, dan doen we hem dicht. Ja. Nou, zou fantastisch zijn. Nee, dat zou... Ja, tuurlijk. En als je kans komt voor de club, moet je die pakken. En dan zie je wel waar het schip strandt. Geweldig toch, als we dat keer krijgen dat we hier die grote clubs krijgen. En, ik denk het wel. Na een aantal slechte jaren zien Marcus en Geeske een positieve verandering.
ik wil toch een compliment geven aan al die mensen die deze club in de benen gehouden hebben. Dan denk ik aan de sponsors allemaal. En zeker aan het bestuur die er momenteel zit. Ik zie gewoon dat de club weer begint te leven. En dat vind ik toch een heel positief gevoel. En dan is er nog één vraag niet beantwoord. Wie zullen we voor de volgende keer nomineren? Ik denk dat we Jan Stappers doen, want die zit de hele dag wel achter de computer een hoop dingen te regelen. Maar misschien is het wel eens mooi om te zien wat hij daadwerkelijk wil daardoor. Dat lijkt me een goed idee. Voorafgaand aan de wedstrijd FC Emmen Jong FC Twente werd in aanwezigheid van wethouder Bouke Arends de kick-off verricht van het project Kom van de Bank. Een samenwerkingsverband van FC Emmen met drie verschillende partijen. Ja, Kom van de Bank is eigenlijk een naam die een project inhoudt. Een project wat wij gaan draaien met Leger des Heils, met Kopland, met Eventbureau en met FC Emmen. Dus FC Emmen is daar een belangrijke partner in. En Kom van de Bank is eigenlijk, houdt eigenlijk in dat wij in het project mensen die al wat langer thuis zitten, die niet meer deelnemen aan het sociale leven, weer van de bank af krijgen. Dat het wekkertje gaat en dat wij daar voor faciliteren. FC Emmen vindt dit probleem erg belangrijk en verleent daarom graag haar medewerking. Wat belangrijk is dat je een tijd hebt wanneer je bij elkaar komt. Sport geeft toch ook vaak een stukje meerwaarde, dat je weer beweegt, gezonde levensstijl. Nou, al dat soort dingen, daar hebben we de mogelijkheden voor bij FCM met trainers, met de accommodatie. Dus daar gaan we op inzetten. Beekman is helder over de doelstelling. Nee, maar meedoen, daar gaat het om in het leven. En het kan niet zo zijn dat er een grote groep in de gemeente Emmen is die overal al meedoet. En een grote groep die ernaar kijkt en niks doet. Dus het gaat om meedoen en het gaat om mensen kansen geven. En het gaat bij de mensen om kansen pakken. Een aantal dingen die ik. Op Podium TV was afgelopen weekend een dubbel interview te zien met Gal en Gal, trainer Joop en zoon Jeremy. En een vraag die natuurlijk wel vaker wordt gesteld is: hoe ziet de trainer, maar ook de vader, Joop Gal, zijn zoon als voetballer? Een middenvelder die makkelijk in balbezit komt doordat hij heel snel een positie kiest. Dus komt niet zo snel onder druk. Nou, en dat heeft hij zich al aangeleerd omdat hij niet de snelste speler is. Dus er zijn natuurlijk een hoop waar je mee kan vergelijken, maar die al heel wat jaren verder zijn. En die het ook al hebben gemaakt. En hij komt nog maar net kijken, laten we dat voorop stellen. Maar als je het Stroopman, het Van Bommel-types, maar dan nog veel kleiner natuurlijk. En voordat mensen gaan roepen, hij denkt dat zijn zoon Van Bommel is. Dat heb ik ooit vroeger meegemaakt met Rob Jacobs. Dat wil ik dus niet. Nee, hij staat in de kinderschoenen. Hij moet nog zich ontwikkelen. Maar als je het moet vergelijken, zal een zo'n type zijn. Klopt dat een beetje, wat jouw vader nu schetst? Ja, zeker. Ja, Van Bommel, daar keek ik vroeger ook veel naar. Niet alleen zijn spel, maar alles. Alles omheen, hoe hij probeert een wedstrijd te winnen met alles, scheidsrechters, alles, ja, dat zeker, ja. Podium TV besteedt in de toekomst vaker aandacht aan FC Emmen. En ook vandaag sluiten we de uitzending weer af met FC Emmen TV Latje Trap. U weet het, alle spelers van Emmen krijgen twee pogingen, twee keer vanaf 11 meter. Het levert één punt op als je de lat raakt. Twee keer vanaf 16 meter, drie punten per keer. En vanaf 18 meter zelfs vijf punten maximaal te behalen. 18 punten! Ja, dat haalde Louis Pedro vorige week niet, maar de verdediger was goed in vorm. Hij kwam uiteindelijk net te kort om de koppositie over te nemen van Elson Almeida. Louis Pedro haalde vier punten en staat op een gedeelde vierde plek. En vandaag in FC Emmen TV Latje Trap, Marco Meric. De doelman van FC Emmen is 22 jaar. Vorig seizoen stond hij nog onder contract bij Vitesse, maar kwam daar niet in actie. En Meric heeft wel een hele speciale voorbereiding. Ja, hij heet toen uit Appelmoes. Appelmoes, hier Appelmoes? Ja, Appelmoes. Why? Gives you power? Ja, it gives me more power. It's like spinach for Popeye, Appelmoes for the keeper. Yeah, yeah. How many points do you think you're gonna reach today? I hope maximum, but we will see. Ja, het maximum 18 punten, dat is toch die Oost-Europese topspot mentaliteit. Nou, we gaan het zien. Oh, ja, die eerste is direct raak. 1 punt voor Marco Meric. Goed gedaan.
Ja, zal hij het dan gaan waarmaken? Nou nee, niet als je het zo doet, Marco. Dat is niet goed genoeg. 16 meter, 3 punten te behalen. Eerste poging. Nou, dat scheelt niet eens zo heel erg veel. Tweede poging vanaf 16 meter. Maar ook die gaat net mis. En ja, dat maximum is al een beetje uit het zicht. En dan de laatste twee pogingen. Ja, met 10 punten erbij. Nee, prachtige treffer, maar niet te laat geraakt. Laatste poging en die is ook mis. Jongen. Nou, zeg dat wel. Tjonge, want met 1 punt sta je op de 7e plek. Weliswaar boven Stefan van der Leij, maar ver van Elson Almeida. Nou, 1 is my favorite number. My shirt number is also 1, so I'm happy. So after that first shot, you could have stopped. Yeah, I'm happy with it. And now back to the Appelmoes. Yeah. En volgende week is het de beurt aan de derde keeper van FC Emmen, Esser Elmaly. En dit was FC Emmen TV van deze week. Ik dank u hartelijk voor het kijken. Volgende week dinsdag 4 november. Dan zijn we er weer. Graag tot dan.